Hoi vakantiegangers, mijn naam is Fenna en ik ga voor jullie op pad om de leukste vakantieparken te ontdekken. Vandaag ben ik de gast op Efteling Bosrijk. En we staan nu bij de ingang. Bosrijk is een mooi, sprookjesachtig en magisch park. En wat natuurlijk het gaafste is, je hebt onbeperkt toegang tot de Efteling. We lopen nu naar het hoofdgebouw en je merkt echt, het is super groen en dat zien jullie ook. De vogeltjes fluiten, maar ja, het heet niet voor niets Efteling Bosrijk, hè? Vakantiepark woont Klaas Vaak en hierachter zien jullie zijn kasteel midden op dit meer. En wat ook heel leuk is, je kan hem zelf ontmoeten tijdens de ontmoetmomenten en hij heeft ook voorleesavonden en daar word je lekker slaperig van. Op Efteling Bosrijk kan je op verschillende plekken slapen, zoals een groepsaccommodatie, een familiekamer en een boshuis. We staan hier nu bij een van de boshuizen aan het water. We staan hier nu voor het restaurant Het Eethuis. Het eethuis bevindt zich in het hoofdgebouw. Het eten hier is heerlijk en je kan eten hier in de ochtend, middag en avond. We zijn inmiddels alweer aangekomen bij het eind van deze video van Efteling Bosrijk. Maar ik wil nog even zeggen, het is een heel leuk park en het huisje is ook super chill. En natuurlijk het fijnst is, ik heb onbeperkt toegang tot het attractiepark de Efteling. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer nog even op dit kanaal, doe dat duimpje omhoog en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!